Hoi. Hoi. Wie ben jij? Ik ben George. Ik kom uit Syrië. Ik ben 14 jaar oud. Mijn hobby is zwemmen. Ik woon in Schagen. Ik woon in Nederland bijna 2 maanden. En dat is mijn taal. Dat is al-ulm noor. Dat is betekent leren is goed. Ik zit in mijn school Schakel aan Zee. Het is heel leuk. Ik ben Mohammed Obed. Ik ben 17 jaar. Ik kom uit Syrië. Ik ben Holland. Ik hou van in Nederland. Dit is mijn school. Schakel aan Zee. En dit is school en taal leren en hier en voor kinderen komen een nieuw kanaal voor mevrouw Nazik en ander de klas voor meneer Joost en hier voor kantina. Ik kom in Nederland omdat mijn land een oorlog maakt. Ik kan niet blijven daar omdat niet school. Mijn vader komt daar, ik ook kom. Heb jij een familie? Ja, natuurlijk. Wat is je naam voor jouw familie? Mijn familie en mijn vader is de naam Hassan, mijn moeder is Rabia. En mijn broertje is Amina en ander Aisha. Mijn broer is Mohammed en Salah. Ik ben Mahmoud. Ik ben kom uit Syrië, ik ben 15 jaar, ik ben woon in Den Helder, mijn hobby is voetbal en ik ben gelijk in Nederland 1 jaar 2 maanden. Ja, dit is. This is my taal, marhaban bikum jamian, this betekent welkom aan de Hallo, deze vandaag heel mooi hier. Hallo, ik ben Fidan. Ik ben kom uit de Syrië. Ik ben 14 jaar. Ik kom niet blijven in Syrië. Want het is oorlog in Syrië. Vind jij Nederlands moeilijk? Ja, heel moeilijk. Waarom? Kijk, deze Arabisch en Nederlands. Heel moeilijk. Heb jij je naam al klaar? Wat heb jij vandaag opgeschreven? Goedemiddag. En wat betekent dat in Nederland? Goedemiddag. Ik heb een kermis, maar in het Arabisch. Dan kan het gewoon vinden. Hij is mij druk, maar dan heb ik het wel. Maar het is wel een beetje 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 Dat is mijn papiertje en schrijven. Mijn eigen taal Arabisch en Nederland. Wat staat? Ik hou van voetbal. Ik hou erg van voetbal spelen. Waarom? Dat ik vind het leuk en moet scoren met mijn team. Hallo allemaal, ik ben Fortuna. Ik kom uit Eritrea. Ik ben 15 jaar oud. Ik woon in Brinkwerf, Satronenstraat 18. Ik heb familie met vader en met moeder. Ik heb 2 zoete. Hi, Rita. Hi. Waar kom jij vandaan? Ik kom uit Kurdistan. Ik kom hier in Nederland, maar in Kurdistan geveilig. En ik geboren in Kurdistan. Ik kom hier leren Nederlands. Ja, Nederlands heel moe. Goed met jou? Dat is Fonka. Zij is mijn moeder. Hij is mijn man. Dat is mijn kamer. Mij voorblijven. Dat is papa. Dat is meneer. Dat is Joke. Dat is taal. Daar ook papa. En meneer. En hier zijn de zakels.
ik nu ga eten. Doei. Wat is dat? In Arabisch, al basata jamal, in Nederland, in Wanda, schoonheid. Hallo. Hallo. In de welke school zit jij? Ik zit op de schakel in zee. Wat doe je op de school? Ik kom taal leren. Wat is jouw favoriete les? Mijn favoriete les is rekenles. Mijn naam is Mutanna. Ik kom uit Syrië. Ik ben 16 jaar en ik woon in Den Helder. Vertel me over Syrië. Ja, Syrië was heel mooi. Heel mooi land. En ik was blij leefd in Syrië. Maar nu is Syrië heel slecht aan de oorlog, ja. Want dus is de school is dicht en de liefde is niet zo goed. Hoe kom jij naar Nederland? Ik kom niet boot, ja, en dus is het een beetje moeilijk. Ja. Maar nu ik blij in Nederland. Oh. Ja, ik kom met vliegtuig in de Turkije gekomen, omdat ik ga naar Turkije en drie jaar ik werk daar, daarna ik kom in de Nederland. Wauw, dankjewel, doei! Wat is jij dromen? Mijn dromen is film maken. Echt? Ja. Welke film? Ik wil in action. Ja, we gaan. Amelie, ik ben hier. Jij dromen? Mijn dromen is muziek maken. Wat vind jij voor muziek maken? Muziek maken omdat ik vind de DJ. Ja. Arabisch muziek, Koerdisch, Turkisch, in Nederlands ook. Ik help aan deze muziek. Ik de muziek maken. Wat is voor wil jij naam voor muziek? Mijn favoriete manier is Nassef Zaytoun in Arabisch. In Nederland is Hoi. Wat is jouw droom? Mijn droom is astronoom. Waarom? Omdat ik lok een planeet en ook lok een ster. Ja, en ik wil vinden een nieuwe planeet en ster.